Hoi iedereen, welkom bij weer een nieuwe Photoshop voor beginners. En in deze video ga ik het fotofilter behandelen en die kun je hier vinden. En dit is een tool die ik eigenlijk zelf bijna nooit gebruik, terwijl die best wel heel erg krachtig is. Wat je namelijk met het fotofilter doet, is je plaatst een filter over je foto heen en dat filter heeft een kleur. Je kunt hier zien, hij kiest nu dan groen, je hebt een paar warme filters, je hebt een paar koele filters. En je hebt hier ook nog de optie dichtheid, dus hoe heftig wil je het filter toepassen. En je hebt hier een knopje met lichtsterkte behouden. Kijk, als je dat uitzet, dan wordt die steeds donkerder naarmate je meer kleur toevoegt. En zet je dat aan, dan gebeurt dat niet. Dus dat is een optie die je op die manier aan kan zetten. Je kunt ook zelf gewoon een kleur kiezen die je wilt toevoegen op je foto, bijvoorbeeld een wat meer bruin, wat je wil eigenlijk. En hoe je dit gebruikt, het kan op meerdere manieren. Je kan het gebruiken als een soort kleurbalans, dus, of een witbalans zeg maar, dus dat je je foto wat opwarmt. Maar wat ik wel heel mooi vind om te doen, is om een warm filter aan je foto toe te voegen. Even kijken. En dan lichtsterkte behouden zet ik aan. En dan klik je hier bij de laagdekking op bedekken. Kijk. En dan heb je met een simpel kleurfilter meteen best wel een hele heftige bewerking gemaakt. Die zet ik dan iets minder fel. Zie je? En dan heb je echt heel snel veel meer contrast in je foto gekregen. Je zou bijvoorbeeld nog een ander warm filter erover kunnen plaatsen. En dan lichtsterkte niet behouden. Zo. En die ook op bedekken. Kijk, dan wordt het contrast nog veel feller. Dan kan je bijvoorbeeld met de curve hier de hooglichten wat meer naar beneden halen om het wat te compenseren. Zo. En dan heb je dus met twee simpele kleurfilters eigenlijk superveel gedaan aan je foto. Dat is eigenlijk hoe je met kleurfilters kan werken. Je kan dit natuurlijk met een warme kleur doen, je kan het ook met een koude kleur doen of met een heel ander soort kleur. Maar ik vind over het algemeen dat de optie bedekken het mooiste effect geeft. Je kunt natuurlijk de andere opties ook wat uitproberen. Bleken zou ook nog een goede kunnen zijn. Dat gebruik ik ook wel eens om een foto wat zachter te maken. Dan voeg ik bijvoorbeeld een wat geel filter toe. En dan kan je vervolgens bij de curve op deze manier iets meer contrast in de foto brengen. En dan is het effect wat zachter. Even echt duidelijk een voor- en na laten zien. Dit is de onbewerkte foto. En dit is met twee warme filters eroverheen. Dus ja, weet je gewoon helemaal niet wat je met je foto moet? Is je foto een beetje grauw of een beetje saai? Dan kan het zeker weten lonen om eens te kijken wat zo'n kleurenfilter eigenlijk doet. Dat is eigenlijk hoe ik kleurenfilters gebruik. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt, dat je het een leuke video vond. En bedankt voor het kijken.